Een week geleden speelde FC Utrecht 1-1 gelijk tegen HSK Zrinjski Mostar. En dus moeten de domstedelingen vanavond aan de bak hier in Bosnië-Herzegovina. Een Utrechtse zege of doelpuntrijke gelijkspel dan dat van afgelopen week is genoeg voor het behalen van de volgende ronde van de Europa League. De wedstrijd wordt dus gespeeld in Mostar, een stad die is opgedeeld in twee delen. Je hebt één Kroatische kant, één Bosnische kant. Dus de ene kant de moslimkant, is van Veles Mostar. Die zijn toevallig ook dit jaar weer gepromoveerd naar de Premier League. Dus ze hebben dit jaar ook weer een stadsderby. En voor de rest kunnen jullie ook hele mooie dingen zien. Zoals de Oude Brug. Hele toeristische trekpleisters. Veel rivieren, bergen, van alles. Ja, die Oude Brug heet de Stari Most en ligt over de Neretva. De Bosnische moslims wonen vooral ten oosten van die rivier, terwijl de katholieke Kroaten aan de westzijde wonen. De derby waar Abdel Metalci over sprak vond toevallig afgelopen zaterdag plaats. Daarin won Zrinjski met 1-0 van promovendus Veles. Utrecht, dat speelde die dag natuurlijk een oefenwedstrijd tegen de koninklijke HFC. Maar dat zal vooral de wedstrijd van afgelopen donderdag hebben geanalyseerd. Daarin creëert Utrecht kans na kans, maar scoren de bezoekers. Over Daric. Ja, kapt en scoort. Het is toch niet te geloven. In de tweede helft krijgt Utrecht waar het minimaal recht op heeft. Daar is ook Kerk en daar is de gelijkmaker. Wat een heerlijke volley. Klinkt gek, ondanks dat je niet wint, wel tevreden zijn met name over de tweede helft en het creëren van het vele aantal kansen. Dat creëren van kansen wil FC Utrecht vanavond natuurlijk doortrekken en vooral het omzetten in doelpunten. Dat moet gaan gebeuren hier in het Bjelibrijek-stadion. Het is een oud stadion. Voor de oorlog was het van Veles Mostar. Het is gewoon één hele hoge tribune. En aan de overkant van de tribune zijn dan de ultras. Dat is de harde kern van Zrinjski. Ja, voor de rest, het veld ziet het meestal wel goed uit. Alleen in de zomers kan het wel wat geel worden, wegens de warmtes en dat soort dingen. Dus. Ja, die grasmat hebben we gisteravond natuurlijk kunnen bekijken tijdens de training. Het gras is zeker niet geel, maar gewoon mooi groen. Het is kort gemaaid, het oogt alleen wel wat droog. En wat daarnaast opvalt is dat de afstand tussen de hardloop, sintelbaan, hoe je het wil noemen, en de cornervlag, ja, misschien 50 centimeter is. Meer is het niet, dus een mooie uitdaging voor de mensen die vanavond de corners gaan nemen. Ja, de wedstrijd is vanavond in zijn geheel te zien bij RTL 7. Niet in de gelegenheid om voor de buis te zitten, dan kun je FC Utrecht natuurlijk altijd volgen op Twitter, blijf je helemaal op de hoogte. Op Instagram, de stories, zie jij toffe video's, behind the scenes en ook foto's. Een wedstrijdverslag lees je na de wedstrijd via fcutrecht.nl. En op youtube.com/fcutrecht zijn we bij met reacties van de hoofdrolspelers. Dus heel graag tot vanavond.